helemaal zin in het verjaardagfeest van Sam. Ik kan niet wachten. En ik heb helemaal een blauw cadeautje met echt een mega leuk iets erin. Wacht eens even. Wat is dit hier? Hallo? Hallo, heeft u wat geld voor mij? Wat geld? Ben jij arm? Ja. Wat doe je hier zo in het donker alleen buiten? Heb je geen huis of iets? Nee, ik heb geen huis. Oh, ik heb toevallig mijn portemonnee niet bij me. Weet je wat? Je mag het cadeautje wel hebben, oké? Echt? Het is eigenlijk voor een verjaardag van mijn beste vriend. Maar ik denk dat hij het niet erg vindt als ik dit cadeautje aan jou geef. Ik bedoel, je bent arm. Oké. Ten slotte help ik graag arme mensen. Oh, dankjewel. Een knuffeltje. Ja, een blauw knuffeltje. Mijn beste vriend is dol op de kleur blauw. Dus ik wou hem daar eigenlijk mee verrassen. Maar jij kan het beter gebruiken. Pardon, jongeheer. Hallo meneer. Waarmee kan ik u helpen? Kunt u even een plaatsje maken voor mij? Ja, natuurlijk. Ik wist niet dat dit uw stoep was. Ik sta anders wel even hier. Ik was met deze jonge man aan het praten hier zo. Wat moet ik voor u doen? Nou, u moet even opzouten, oké? Is dit uw zoon? Dat is alles wat ik van u vraag. Oké, ik wacht wel eventjes hier dan, oké? Perfect. Hé, jongeman. Ik zie dat jij arm bent. Klopt dat, dakloos? Ja. Nou, ik weet al een betere plek voor jou. Een betere plek? Maar dan moet je wel met mij meekomen, oké? Oké. We hebben heel veel geld en heel veel eten. Wow. Dat is best wel aardig van die manier. Hij biedt een Nou, dan moet je met mij meekomen, oké? Oké. Achtervolgt u mij maar. Een hele rijke manier. Alleen, ik vind hem wel een beetje raar. Laat ik ze ook gaan achtervolgen. Ik ben benieuwd waar die heen gaat. Kijk eens aan, jongen. Dit ziet er toch prachtig uit. Wow. Hier mag jij ook overnachten. Echt? Mag die overnachten? Dan ben je niet meer dakloos. Oké. Er staan meer arme mensen in de rij. Kom maar met mij mee. Hier zo? Een rijk hotel voor arme mensen? Ik heb weer iemand gevonden. Ben je een beetje arm of niet? Ja, ik ben mega arm. Ik heb helemaal niks. Wacht, die beveiliger nou dat meisje of ze arm is? Oké, ga maar verder. Volgende. Wacht eens even. Dus als je arm bent, mag je in dit hotel komen? Okay. Dus hoeveel geld heb jij, mevrouwtje? Ik heb helemaal geen geld. Ik ben achtergelaten door papa en mama. Oké, heb jij je knuffeltje uit de prullenbak moeten halen? Ja, die mag ik toch wel houden. Weet je wat, ik ga ook in de rij staan. Ja, ik wil dat hotel wel zien van binnen. Van jou in het hotel. Zo, ga maar verder. Lekker wegdoen. Oké, knul. Heb jij 0 euro op je rekening? Ja, ik sta zelfs in de min. In de min zelfs? Ach, jeetje toch. En is het eten uit de prullenbak een beetje lekker of niet? Nou, niet altijd. Oké, ga maar verder. Hoi meneer. Hallo. Ben jij arm? Wacht, wat bent u? Ik ben een beveiliger hier. Een beveiliger van het Rijkhotel? Meneer, mag ik vragen wat dit voor hotel precies is? Nou, dit is een hotel voor arme mensen, gerund door rijke mensen. Dus rijke mensen besturen dit hotel en het is voor arme mensen. Ja, leuk hè? Maar meestal als je naar een hotel gaat, moet je toch mega veel Robux betalen? Ja, maar hier voor dit hotel niet hoor. Oké, maar mogen hier ook rijke mensen komen? Nee, alleen arme mensen. Oké, ik wil graag naar binnen als dat kan. Pardon, dat gaat helemaal niet. Hoezo gaat dat niet? Nou, je ziet er toch rijk uit, niet dan? Rijk? Ik ben zeker niet rijk, meneer. Hoeveel geld heb je op je rekening dan? Ik heb ongeveer, denk ik, nu 2000 Robux. Oké, je bent hartstikke rijk. Je bent hier niet toegestaan. Wacht, ik ben niet welkom in het Rijkhotel? Nee, zeker niet. Alleen arme mensen, dat heb ik net ook gezegd. Oké, dan ga ik er weer vandoor, oké? Oké. Iets klopt er niet aan dit hotel. En ik ga dit tot de bodem uitzoeken vandaag. Waarom zou je een hotel hebben genaamd Rijkhotel en alleen maar arme mensen toelaten? Ik weet het niet hoor. En de beveiliger die daar stond wou ook echt specifiek arme mensen hebben in dit hotel en geen rijke mensen. Maar hoe kunnen ze dan ooit geld verdienen op die manier? Laat ik naar de politie gaan. Ik ga vertellen dat iets hier niet klopt. Oh, daar zijn we dan bij het politiebureau. Ik hoop dat ze me serieus nemen. Heren, er is een probleem. Er is een probleem in Blokkade. Goedendag, jongeman. Problemen zijn nooit goed, hè? Nee, ik wil graag een melding maken van raar gedrag. Oké, vertel. Ik was dus onderweg naar een feestje deze avond. Maar ik kwam gezellig. Arm iemand tegen op straat, oftewel een zwerver. En ik heb hem het cadeautje gegeven, maar het rare komt nu. Er was een rijke man en die sprak hem aan van... Hey, kom met mij mee. Ik heb geld voor je, ik heb eten voor je, ik heb een slaapplek voor je. Oké. En tot nu toe klinkt dat
best wel lief van die man, toch? Ja, zeker. Nog best wel, inderdaad. Alleen, hij bracht de arme man naar het Rijkhotel in Broekhaven. En daar laten ze alleen maar arme mensen toe. Het Rijkhotel? Lijkt me handig als jullie daar even langs gaan om de boel te controleren. Daar weten wij helemaal niks vanaf. Nee, daar wil ik niet naartoe. Nee. En daar hoeven wij ook helemaal niks vanaf te weten. Wacht even. Jij zegt dat je er niks van af weet, maar hij zegt net dat hij daar niet naartoe wil. Dus blijkbaar weten jullie wel wat het Rijkhotel is. Nee, dat weten wij niet. Het enige wat ik weet is dat deze donut lekker smaakt. Wil je brood nu verlaten? Inderdaad, wil je brood nu verlaten? Of we arresteren je? Inderdaad, Henk. Hoezo arresteren jullie mij? Ik doe toch helemaal niks fout hier zo? Ja, zeker wel. Ik ga er al vandoor. Wat is dit? Komt er hier niet aan het hotel? Ik zeg het jullie. De politie reageert raar als ze het hotel kennen, maar er bang voor zijn of iets. Misschien zijn ze wel bang voor de rijke mensen die het hotel runnen. Nou ja, weet je wat? Als ze me niet willen helpen, ga ik zelf op onderzoek uit. En gelukkig heb ik mijn YouTube-vlogcamera bij me. Maar als het een hotel is voor alleen maar arme mensen, heb ik natuurlijk wel een arme outfit nodig. En daar heb ik een oplossing voor. Kijk eens aan, mijn outfit staat me perfect. Ik heb even mijn muts afgedaan, een beetje door mijn haren geschud en het is een beetje door de war. Maar ik denk dat dit echt perfect is. Laten we teruggaan naar dat Rijkhotel. Kijk eens aan, de beveiliger staat er nog steeds. Oké, laten we gaan. We komen pas wel naar binnen. Hallo meneer. Hallo. Ik hoorde dat hier in het Rijkhotel arme mensen welkom waren. Ik heb geen geld. Ik eet al wekenlang uit de prullenbak. Oké, weet je dat wel zeker? Je kan het ruiken aan mijn adem. Wat vies. Oké, gaan we verder. Oké, dank u meneer, dank u. Oké, daar gaan we dan. Hallo? Is er iemand? Ik ben er. Hallo? Ik kom een melden hier. Ik wou graag een kamer boeken en dat soort dingen. Als het goed is, mocht ik hier komen als ik arm was, toch? Even kijken, je bent doorgelaten door de beveiliger, zo te zien, of niet? Dat klopt, meneer. Wat is uw naam? Oké, ik ben meneer Rijk. Oké, moet ik anders daar wachten bij de andere arme mensen? Doet u dat maar. Oké, dat is goed. Tot nu toe lijkt het op een normaal hotel. Hij is best wel vriendelijk. Hallo? Hoi. Zit je al lang in het hotel? Nee, sinds vanmiddag. Sinds vanmiddag? En wat vind je ervan? Nou, wel heel fijn. Dat was mijn laatste redding. Anders moest ik op straat nog een nachtje. Ja, nee, ik ken het inderdaad. Ik slaap ook mee zonder een prullenbak en dat soort dingen. Alleen, Echt waar? Even tussen jou en mij. Ja, ding in het hotel? Niet dat ik weet. Hoe bedoel je? Is het hier gevaarlijk? Wat zit erachter? Ik bedoel, gratis hotel, dat kan toch niet zomaar? Liefdadigheid, denk ik? Als jij het zegt. Jongens, het is tijd om te eten. Tijd om te eten? Eindelijk eten! Maar ik heb geen geld, meneer Rijk. Ja, maar wij verzorgen het eten voor jullie. Serieus? Jazeker. Volgt u mij maar. Tot nu toe lijkt het wel op een goed hotel. Wacht eens even, wie is dat nou weer? Hallo. Ik ben de andere manager. Oké, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Dennis. En ik ben Armilaas. Wow, je hebt een heel goud pakje gewoon. Jazeker, want ik ben natuurlijk superrijk. Oké, nou, ik hoorde dat het tijd was om te gaan eten. Moet ik hier plaatsnemen? Inderdaad, neem maar plaats. Wat krijgen we te eten? Nou, wij hebben het eten hier voor jullie. Kijk eens aan. Dank u wel, andere manager. Jongens, wacht met eten, oké? Wat als het vergiftigd is? Nou, dit ruikt niet vergiftigd, hoor. Nee, maar luister, laat me dit even vastleggen. YouTube, zoals jullie zien, hebben we hier eten gekregen van de rijke mensen. Maar ik vertrouw er niks van. Ik wil best een hapje nemen. Heb jij nou een camera? Ben jij dan te vertrouwen? Oké, weet je wat? Ik ga het uitleggen, oké? Oké. Jullie zijn dus allemaal arm, heb ik begrepen. Ja, straat. Ja. Vinden jullie niet raar dat er een hotel bestaat in Broekhaven, genaamd het Rijkhotel, waar alleen maar arme mensen zijn toegestaan? Je weet dat hier geen rijke mensen mogen komen, hè? En normale mensen. Nou, ik denk dat het niet heel erg is. Ik bedoel, ik ben er echt over te spreken over dit hotel, hoor. Echt mega goed hier. Natuurlijk, het komt heel erg. Liefdadigheidsdingetjes zijn van de rijke mensen dat ze willen zorgen voor de arme mensen. Maar denk je dat echt? Wil je eigenlijk op straat slapen of zo? Precies. Om heel eerlijk te zijn, en jullie moeten het echt tussen jullie houden, oké? Tussen ons. Oké. Ik ben niet arm. Ik doe maar voor alsof, omdat ik op onderzoek uit ben wat hier aan de hand is, oké? Het ziet hier gewoon allemaal goed uit. Oké.
Oké, okay, dus ze zorgen echt goed voor jullie. Ja, zeker. Ja, zeker. Oké, okay, nou eet jullie eten maar op, oké? Okay? Ik zie dat jij al niet kon wachten. Iedereen, etenstijd is voorbij. Ja, dat is zeker voorbij. Ik heb het helemaal je moet in alle kop staan en mij volgen. Meneer, ik heb nog even een vraagje aan een andere manager. Ja, ik ben Roderick trouwens. Roderick, oké. Okay. Jullie weten zeker dat het hotel gratis is voor arme mensen, toch? Dat er niet opeens een rekening krijgt op wachts van 10.000 Robux, omdat we hier hebben gegeten en noem maar op. Zeker niet. Gratis. Wij zijn al rijk genoeg. Nee, daarom. Maar wat is de reden er precies achter dat jullie dit doen? Ik bedoel, niet veel mensen zorgen voor arme mensen, wat heel erg jammer is om te zien. Nou, we hebben geld te veel. Dit is gewoon een liefdadigheid van ons. Inderdaad, wij zagen dat veel arme mensen niet goed werden behandeld. Ja, dat klopt. Broek even heeft behoorlijk wat arme mensen, maar dat is wel aardig van jullie. Maar wat gaan we nu doen? Dan gaan we nu naar de kamers. Ik volg jullie wel. Oké, twee van jullie gaan op deze verdieping verblijven. Inderdaad. Oké. Ik wil graag met meiden. De meiden verblijven op deze verdieping, oké? Helemaal mijn eigen hotelkamer? Ja, gewoon zeker. Helemaal voor mezelf? Met een eigen douche. Eigen handdoeken, eigen kleding. Dat is echt een droom. Oké, okay, ja, ik wil het net zeggen. Later, oké? Okay? Doei. Okay, nou, doei. Veel plezier. Oké, okay, laten we naar onze kamer gaan. Oké, jongen met een knuffeltje, jij verblijft in deze kamer. Oké. En jij, meneer, verblijft in de Royal Room. Serieus? Ja, zeker. Maar, meneer, lijken ze van nu ook meteen bedtijd geweest? Zeker. Ja, zeker weten. Oké, nou, dank jullie wel voor alles wat jullie voor ons doen. Dat is echt mega aardig. Geen probleem. Bijna alsof iets niet klopt. Iets niet klopt? Wat bedoel je daarmee eigenlijk? Alles klopt zoals het klopt. Inderdaad. Ik ga mijn kamer ontdekken, oké? Oké, veel plezier. Wow, gewoon mijn eigen kamer. Iets klopt hier niet. Wow, het is hier wel echt mega rijk en mooi. Weet je wat? Ik wacht een uurtje en dan ga ik op avontuur. Laat ik me even gaan opfrissen hier onder de douche en dat soort dingen. Oh, ik ben in slaap gevallen op mijn bed. Volgens mij is het een uur later. Laat ik naar beneden gaan, heel stilletjes. Ik ga op onderzoek uit. Ik vertrouw het hier niet. En laten we naar de lobby gaan. Helemaal naar beneden met de lift. Och, wat een zaken weer, Roderick. Oh, inderdaad, meneer Rijk. Gewoon vier stuks weer. Inderdaad, dat hebben wij goed gedaan. Hoeveel Robux denk je dat we van deze vier mensen kunnen krijgen? Ik denk eigenlijk best wel veel Robux, hoor. Ze zijn best wel veel waard. Wat? Volgens mij zijn ze er ook nog niet achter. Inderdaad. Eentje is wel heel slim bezig, hoor. Dus we moeten inderdaad wel oppassen voor hem. Die ene moeten we wel goed in de gaten houden. Ja, aan wie willen ze de arme mensen verkopen? Aan wie willen ze ons verkopen? Ja, zeg het eens, meneer Rijk. En ga jij de rijke mensen maar ophalen, oké? Okay? Ja, dat is een goed idee. Dan kan de veiling starten. Ja, ik ben er zo alweer, oké? Hopje. Wat doen we hier? Oké, laat me het jullie uitleggen. En ik moet het even filmen, oké? Ik moet het als bewijs hebben voor de politie later. Oké, doe wat je niet laten kan, zou ik zeggen. Ik heb op film staan iets mega schokkends, oké? Ik laat het jullie eerst even zien, oké? De beelden. Is dat echt? Laat me het even filmen, oké? Ik leg het voor iedereen uit. Ik hoorde de twee rijke mensen zeggen dat ze ons zouden verkopen. En het klinkt heel raar, maar volgens mij willen ze ons stuk voor stuk gaan verkopen voor Robux. En niet zomaar iemand. Ik ben niet te koop, hoor. Maar aan rijke mensen. Dus ze willen jou verkopen aan een rijk iemand. Zodat jij voor hun gaat schoonmaken, klusjes gaat doen en noem maar op. Maar dat kan toch helemaal niet? En dat is de reden waarom ze nu zo goed voor jullie zorgen in dit hotel. Snap je het nu? Ik wist wel dat hier iets niet klopte. Want ik bedoel, heb je ooit geprobeerd om uit dit hotel te gaan? Ik durf te wedden dat het niet mag, namelijk. Omdat ze ons willen verkopen stuk voor stuk. En er is één ding wat niet mag en dat is dat. Dat is zwaar illegaal. En als de politie erachter komt, dan moeten ze allemaal de gevangenis in. Dat weet je, hè? Ik hoorde ze zeggen iets van, ik ga de rijke mensen ophalen. Tenminste, één van de managers. Dus ik ga dat op film vastleggen. En ik denk dat ze één van ons gaan verkopen vanavond tijdens een veiling. Oh nee, wat moeten we doen? Oké, maak je geen zorgen. Zoals ik al zei, ik heb een camera. Ik heb het eerste deel al op beeld staan. Het tweede deel is de veiling. Als ik eenmaal dat op beeld kan krijgen, kan ik de beelden naar de politie brengen. En als dat is gelukt, dan worden ze opgepakt. En ik ga tegen ze zeggen dat ik alles op beeld heb staan. Dan moeten ze wel stoppen met het rare plannetje. Ik ben wel een beetje bang. Ik wist wel dat hier iets niet klopte. Daar komt die nieuwe
slaan. Kijk, ik heb rijke mensen. Kijk eens aan, kijk eens aan. Heeft u de rijke mensen? Ja, de rijke mensen zijn er. Fantastische rit was dat, zeg. Dit moet ik op beeld brengen, dit moet ik op beeld brengen. Oké, hij staat klaar. Kom maar binnen. Ja, voor de veiling. We gaan zeker hier allemaal neerzetten, want hier staat een zielige jongetje te koop. Hier staat hij. Ik ben helemaal niet te koop. Oh ja, zeker. Wat gebeurt daar? Nou, jullie willen dus allemaal bieden voor hem. Ja, absoluut. Dit is een perfect exemplaar voor iemand die goed voor je kan zorgen in huis. Ik begin bij 2 miljoen Robux. 2 miljoen Robux? Ja, helemaal niks. Ik nog misschien een 2,5 miljoen Robux. Jazeker. 2,5 miljoen Robux voor mevrouw. Ja, ik zeg 3 miljoen. Ik kan naar de politie. Ik ga naar de politie. Zeg jij 3 miljoen Robux, mevrouw. Hé, jullie, stoppen daar! Nee. Stoppen daar! Wat is dit nou weer? Wat hoor je nou allemaal voor... Hé, hey, jullie staan op beeld! Wat is dit hier? Wat is dit hier? Handen omhoog, handen omhoog, jullie. Wat is dit? Ik trap die camera van jouw gezond in, hoor. Ik weet wat hier gebeurt, ik weet wat hier gebeurt. Jullie twee rijke dames opstaan hiernaast. Ik heb ik heb jullie op beeld. Ik heb jullie op beeld. Ik heb het een oplichter. Ik ga het verhaal vertellen hier, ja. Ik ben ten eerste niet arm. Ik heb gewoon geld. Ik ben niet rijk, maar ook niet arm, oké? Gooi dat kind van het hotel uit. Ik ga deze beelden naar de politie sturen. Ik heb alles op beeld staan. Jullie overleggen. Jullie overleggen dat jullie arme mensen verkopen hier voor Robux. En dat jullie aan het bieden zijn op hem. We hebben hier helemaal niks verkocht hoor, jongen. We hebben nog niks verkocht, inderdaad. Ik ga jou melden bij de politie. Hallo, het staat allemaal op beeld. Heren, gooi hem gewoon het hotel uit. Mocht ik jou wat vragen? Werd er op jou net geld geboden? Wouden ze jou verkopen, ja of nee? Ja. Hij is zwijgplicht. Laat hem met rust. Oké, jullie staan op beeld. Ik ga dit naar de politie brengen. Je moet direct het hotel verlaten. Ik wist nog niet. Die klopt aan het Rijk Hotel. Jij komt met mij mee. Deze kant op. Rennen. Inderdaad, het hotel uit jullie twee. Meteen weg. Jullie gaan hier voor boeten. Dit moet allemaal op beeld. We gaan naar de politie toe, oké? Ik wist al dat niemand ooit naar dit hotel moest gaan. Het Rijk Hotel verkoopt namelijk allemaal arme mensen aan rijke mensen. Om vervolgens gebruik te maken van ze. Oh, je was bijna een schoonmaker of iets geworden voor een van die rijke, vieze mensen daar zo. Dit moeten we meteen bij de politie melden, oké? Meteen. Als je mee af en toe wat ziet van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei!